Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag is de Sint geweest. Je hebt allemaal kunnen zien dat gisteren Enzo zijn schoentje heeft gezet. En de Sint is duidelijk geweest. Dus dit is hier allemaal voor Enzo. Dit hebben we voor Enzo. Dit. Het pakje, dat is voor school. Voor de konijntjes. Allemaal veel dingetjes heb je gekregen. Deze zat in zijn schoen. En ik ga nu eens kijken wat het voor iets is. Speciaal. En dit zit erin. Dus deze gaan we bekijken. Wat het is natuurlijk. Hè. Ben je benieuwd? Ja, jij bent van goud. Nee, ik bedoel niet dat je echt van goud bent. Nee, je hebt een hart van goud. Jij maakt mensen blij. En iedereen kan op jou rekenen. Dat vindt Sinterklaas echt heel mooi. Ik zie hier achter jouw naam staan. Fan van het Sinterklaasfeest. Dat is toch even geweldig om te lezen. Ik ga er helemaal blij van worden. En jij ook natuurlijk. Samen gaan we genieten van mijn feest. En ik zie hier een mooi, lief en aardig iemand zitten. En dat ben jij. Maar achter jouw vriendelijke lach zit soms een beetje onzekerheid. Misschien ben je ook een beetje verlegen. Dat hoeft helemaal niet. Je mag zijn wie je bent. En jouw aanwezigheid is heel erg prettig. Je mag nog meer in jezelf gaan geloven. Dat doe je al heel goed, maar het mag net een beetje meer. Doen hoor. Je kan het. Sil. Wauw, hier zit een echte dierenvriend voor me. Jij bent dol op dieren. Hoe denk je dat dat komt? Ik geloof dat ik dat wel weet. Dieren zijn trouw, grappig en hebben meestal mooie kleuren. Sommige kan je aaien en ze zijn altijd blij om jou te zien. Ze voelen precies aan dat jij een echte dierenvriend bent. Knap van ze, hè? Maar ook lief van jou. En of ze nu groot of klein zijn, pannenkoeken eten is een feest voor jou. Geniet maar lekker van die heerlijke smaak. Zo. En dan gaan we nu verder met het spannende. Het was leuk om te zien dat Enzo zijn filmpje heel mooi vond. Dat hij er ook van genoten heeft, eigenlijk, van zijn boodschap van de Sint. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om dat te zien. Dus vond dit een leuke video. Denk ik duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn